Duurzaam overnachten, dat kan in het 4-sterren Dorint Hotel op Schiphol. Deze week werd de zogenoemde Green and Fair Trade Floor officieel geopend. De groene kamers kosten 6 euro extra en zijn volledig duurzaam ingericht. We zijn nu op de Green and the Fair Trade etage. 40 hotelkamers die volledig zijn getransformeerd naar duurzaam en dus voorzien van de Fair Trade producten. Dat begint hier al op de etage. Dus we hebben Fair Trade fruit, Fair Trade bloemen op de etage als gasten hier arriveren. En dan gaan we zo richting de 40 hotelkamers. Het meest belangrijke op deze etage is het textiel. En dat betekent het katoen voor het bedlinnen is 100% Fairtrade katoen uit Noordwest-Afrika. De badkamerzaken zoals zeep, body lotion, maar ook de badhanddoeken zijn uiteraard allemaal Fairtrade. En als je dan eenmaal onder deze heerlijke douche staat, dan word je er ook nog subtiel aan herinnerd om niet te lang te blijven staan. Dus vandaar hebben we onze douchecoach en die draaien wij keurig netjes op 5 minuten. En dan weet je dat na 5 minuten tijd is om maximaal de kraan dicht te draaien en daardoor ook weer heel veel water te besparen. Ook Schiphol heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan en is dan ook blij met het groene initiatief van het Dorint Hotel. Ja, ik ben er heel trots op dat Schiphol zo'n vleugel in het hotel weer hebben. En het feit dat Dorint Hotel haar verantwoordelijkheid richting de maatschappij zo serieus neemt door nu een vleugel volledig Fairtrade in te richten, ja, dat past en sluit uitstekend aan op onze eigen ambities. De belangrijkste vraag is natuurlijk of een duurzame kamer wel lekker slaapt. We vroegen het aan een van de hotelgasten. Ja, ik heb heel lekker geslapen, ja. Wat mij opgevallen is dat je als gast ergens toch wel verwacht dat wanneer je over duurzaam ondernemen, over Fairtrade en dergelijke gaat spreken, dat je misschien ergens op comfortgebied iets moet inleveren. Ik moet zeggen, dat was helemaal niet het geval. Dus het is zeker een goede, een aanbevelingswaardig initiatief, absoluut.